gelukt. Dat was echt een test, jongen. Niet te vlug juichen. Het kan ook een fake zijn. Met de beveiliging? No way. Heeft iemand wel gezegd dat we niet gevolgd zijn? All clear. Eens kijken wat voor grappige info op deze stick staat. 139 gigabyte, wat? Kom op, alle bestanden zijn versleuteld. Is er niet een manier waar ik kan ontsleutelen? Ik heb geen idee. Geen zorgen jongens, ik heb ook contact met Anonymous. Serieus, hoe kom je daar ooit aan? Het is beter als je dat niet weet. Ik zal vast laten weten dat we gaan versturen. Hier is een e-mail. Thanks. Zo, hij is nu aan het versturen. Dat duurt wel erg lang, zeg. Tja, die cyberoorlog heeft het hele internet verkloot. Niet voor lang meer. Kom op! Dit is de Nederlandse overheid. Jullie hebben staatseigendom op onrechtmatig in jullie bezit. Over enkele seconden gaat de deurbel. Er zal een man voor de deur staan. Open de deur en overhandig hem de USB. Dan zal je die straf in je naam blijven. Zodat jullie de oorlog kunnen blijven voeren? Echt niet? Snel, daarheen! Jij woont hier in de buurt, toch? Ja, maar onze internetverbinding is helemaal kut nu. Dat kan uren of zelfs dagen duren. Ja, die tijd hebben we echt niet. Ik ken nog wel een adresje in de buurt. Deze kant op. Hey kids. Een vogel vertelde mij dat jullie een stick hebben die ik heel graag wil hebben. Je mag instappen in mijn mooie auto en oké, er is niet genoeg plek. Sommigen mogen in de achterbak, maar komt helemaal goed. Het wordt een heel kort ritje, alright? Het is geen vraag, het is een mededeling. Instappen, go. Roy, mijn homeboy. Hoe staan we erin? Blue Head Corp heeft staat bovenaan met 1,2 miljoen. Maar serieus? Ik bedoel, hij staat nog maar net online. Maar je hebt connecties, toch Roy? Ja. Gebruik die dan! Ja, sorry, ik heb inderdaad het ontsleutelen. Ik heb een e-mailadres onthouden. We moeten alleen nog met
die gek met een pistool overmeesteren, de USB-stick terug te krijgen, een laptop zien te scoren en de data naar ze toe te sturen. Makkie. Roy! Hoe staan we erin? De decryption-programma's werken niet. Weet je, ik begin bijna te denken waarom... Waarom ben jij hier? Hoe bedoel je? Ja, toch? Maak je geen zorgen. We vinden het allemaal wel zin. Oké, technische vraag. Hoe staat de veiling er nu voor? Miljoen voor Ruben Hetkoop. Ik wil zo graag resultaten zien. Heb je ook in de gaten dat je een beetje overbodig wordt op dit punt? Overbodig, dat sterk woord. Ik bedoel, jij hebt mij wel nodig. Jij kan ook niet zomaar dit allemaal doen. Ik weet niet hoe het werkt. Zo goed ben je nou ook weer niet met computers. Die jou kennen, weet je wel. Nee, ik ben niet zo goed met computers. Nee. Dus... Maar ik zou wel bijna denken, ik haal die tracker over. Ik zou bijna denken, ik doe het gewoon zelf. Ook al ben ik zo slecht met computers. Zoals jij dat zo mooi zegt. Ik ben er ook nog. Blue Hat Corp? Ga je op boord met de deal? Ja? Dit is mijn geld! Waar is jouw aandeel van de deal, Roy? De USB-stick? Juist, ja. Waar lag hij net nog? Feline, red jij hen dan af? Oké. Zoeken jullie deze? Nu! Wat is er net gebeurd en wie is die Matrix Guy? Geen idee. Het was nog veel groter dan we dachten. We moeten echt terug. Feline is er nog met de USB-stick en we hebben geen telefoons, dus we kunnen echt niet bellen. Dus gaat Feline nog dood. Oké, kom op. Het moet toch niet gekker worden, hè? Stel dat je ondankbare, walgelijke kinderen. Waar is de stick? Wij hebben die stick niet en willen er ook niks mee te maken hebben. We willen naar huis. Zijn jullie ongedeerd? Ja. Weet je, fuck it. Fuck jou.
Ik ga het niet meer doen. Ik ben er klaar mee. Weet je, Roy, dit verbaast me helemaal niks. Waar is die stick? De laadbak is nog maar halverwege, dit duurt echt vet lang. Psst, er komt iemand aan. De laptop moet uploaden, we moeten hier weg. Nee, bijna 100% geen voorwaarden. Holy shit, daar is de kar. Renna! Oh, wacht. Ik sta aan jullie kant, please. Please, begrijp het. Wacht. Ga terug naar de loods. Maak alsjeblieft af waar je mee aan begonnen bent. Ik hou hem wel tegen. Go, 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 go! Let's go! Yes! Dit is gewoon gelukt! Yeah! Wachten jullie nou echt dat jullie ons te slim af waren? Het was een puinenschil. Jullie zouden blij moeten zijn. Met deze oorlog brengen we Nederland in een dominante geopolitieke positie. Dat we daar ook het een en ander voor moeten opvangen, is vanzelfsprekend. Maar dat is het waard. Volking en niet hoop te nemen. Het zou alleen onnodig Russen spreiden. Opofferen? Er zijn tientallen mensen overleden. Het zijn gecompliceerde tijden. En daar zijn passende oplossingen. Het zijn inderdaad gecompliceerde tijden. Ik heb alles opgenomen en nu naar Anonymous gestuurd. Zij gaan verspreiden, het is voorbij. Dat hoeft ook niet, kijk maar op social media. Ongelooflijk hoeveel sterren het internet nu is. Social media is toch wel ergens goed voor. Ze zijn echt afgebrand. Dat zal ze leren. Je komt niet aan het internet.